En dan nu? Hallo kijkers, wordt u ook zo ibelig van die mensen die de hele tijd elkaar maar op de televisie laten zien van kijk ons eens goed bezig zijn? Nou, ik ook. En daarom kijk ik bijna nooit de televisie. Ik maak liever filmpjes en laat die graag aan u zien. Deze week kunt u kijken naar twee mensen die ook televisie maken. Een paar weken geleden ging deze column over het Stationsplein. De gemeente Nijmegen gaat dat plein voor 800.000 euro dit jaar een beetje opknappen en over 3 jaar wordt het voor een paar miljoen helemaal gerehersteld. Dat filmpje stuurde ik door naar Kannibaar Zijn, een tv-programma van de VARA over merkwaardige zaken of gebeurtenissen in dit kleine landje. En bij de VARA werd de tip dankbaar in ontvangst genomen. Afgelopen woensdag heb ik de cameraman en de interviewer een korte rondleiding over het Stationsplein gegeven en vooral de fietsenkelder bleek een bron van verbazing. De batterijen van de camera zijn minstens 1 keer verwisseld. Er zijn nog wat andere experts bijgehaald, een professor van de universiteit en een gemeenteraadslid. U ziet hier Jo Jansen die geïnterviewd wordt. En dat wordt dan vrolijk door elkaar gemonteerd. En zo kunnen u en ik eind september, begin oktober, gezellig samen voor de televisie ons verbazen over het pronkstuk van het Nijmeegse Fiasco Museum. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Boek nu een rondleiding over en onder het Stationsplein. Bel 06-17-49-2824 voor een onvergetelijk middagje uit met familie en vrienden. U weet niet wat u gaat zien.